Wat dacht je van skiballet? Dat enigszins te vergelijken is met kunstrijden op de schaats. En ook dit was vroeger een Olympische sport. Kegelzwaaien. Zo recht mogelijk staan en kegels door de lucht zwaaien. Tja, lijkt mij niet echt een heel spannende sport om te doen. Ik had wel graag meegedaan aan een Olympisch potje touwklimmen of touwtrekken. Dingen die jij vast ook wel eens gedaan hebt. Of wat dacht je van hinderniszwemmen? Net als vroeger bij zwemles door allerlei obstakels heen. Ook hoogspringen was vroeger een Olympische sport. Niet zoals hier met een aanloopje, maar gewoon vanuit stand. Zoiets dus. Tja, toch minder spectaculair. Deze sport was waarschijnlijk wel spectaculair om te zien. Een schietduel. Je kent het misschien wel uit films. Op de Spelen gebruikten ze natuurlijk nepkogels, maar het lijkt mij nog steeds niet echt een gezellige sport. Tijdens de Olympische Spelen in 1908 was ook duivenschieten een onderdeel. Best zielig natuurlijk en daarom schieten ze nu alleen nog op klei. Deze sport mag wat mij betreft wel terugkomen op de Spelen. Voltige. Dat is turnen op de rug van een paard. Wie weet winnen deze kinderen dan wel een medaille voor Nederland.